De 7e India-Suriname gezamenlijke commissiebijeenkomst, mede voorgezeten door de minister van Buitenlandse Zaken Muralidharan Haran en de minister van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking van de Republiek Suriname Albert Ramdien vonden virtueel plaats op woensdag 2 december 2020. De besprekingen werden gevoerd in een sfeer van warmte tegen de achtergrond van vriendelijke relaties tussen India en Suriname. We hebben vanmorgen vanaf 8 uur een joint commission meeting gehad, een gezamenlijke vergadering, de 7e in een rij, tussen de Republiek van India en de Republiek van Suriname. Het zijn reguliere meetings die we hebben, periodiek. En deze meeting was belangrijk omdat we sinds ons aantreden nadrukkelijk hebben aangegeven dat we de relaties met verschillende landen zullen intensiveren. En u heeft in de afgelopen weken al kunnen merken wat voor effect dat heeft gehad in termen van de erkenning, het enthousiasme met betrekking tot Suriname, de verschillende landen die hier zijn geweest in verband met de onafhankelijkheidsviering, maar meteen van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt om ook bilaterale werkbesprekingen te hebben. Dat is voornamelijk geweest met Europa en de Amerika's en onze buurlanden. Vandaag heeft u een andere ontmoeting kunnen meemaken voor een deel met betrekking tot meer Azië. Daar hebben we een aantal belangrijke relaties met Indonesië en met China ook. Vandaag was het met India. Hier ziet u eigenlijk wat wij met name beoogd hadden om een inhaalslag te plegen in onze betrekkingen wereldwijd. En we zijn in staat geweest na een goede voorbereiding om in aanwezigheid van een aantal ministers met de Indiase minister van Buitenlandse Zaken die belast is met aangelegenheden betreffende internationale samenwerking om de relatie tussen Suriname en India verder te bespreken. De stand van zaken op te maken, maar ook aan te geven in welke nieuwe richtingen we ontwikkelingen willen bespreken en bespreekbaar maken. Laat me heel snel zeggen dat de technische en culturele samenwerking richt zich voornamelijk op de kredietlenen die India heeft verschaft aan Suriname en hoe we daar gebruik van maken. Met name op het stuk van gezondheidszorg, medicamenten en de samenwerking op het stuk van de traditionele gezondheidszorg. U weet, in het binnenland hebben we daar enorm veel kennis over. Maar ook India heeft enorm veel kennis als het gaat om Ayurveda. Wij proberen toch die connectie te maken. En India heeft op dat stuk veel aangeboden. Ook op het stuk van gezondheidszorg. De afspraak is dat beide ministeries nu met elkaar gaan zitten. In concrete termen om die zaken uit te werken voor eind januari. Ook op het stuk van LVV, landbouw, veeteelt en visserij. En op het gebied van defensie zijn er langdurige afspraken gemaakt. India heeft enorm veel expertise wanneer het gaat om onderzoek en technische expertise. Op het stuk van reis, maar ook andere zaken. Marcusa en al dat soort dingen. Dus wij willen zo goed mogelijk gebruik maken van die capaciteiten die zij hebben. En dat moet weer opgepakt worden. Een paar dingen zijn blijven liggen. Op het stuk van cultuur en educatie, het opzetten van een centrum voor informatietechnologie, een project dat voor een aantal jaren reeds gaande is. Ik denk dat we nu ready zijn om zo'n centrum op te zetten. Zoals u weet heeft India enorm veel expertise op het stuk van informatie- en communicatietechnologie. Daar willen we van profiteren. En dan op het stuk van samenwerking op hele specifieke zaken, bijvoorbeeld de archieven, op het stuk van het Bureau of Standards, maar ook ten aanzien van verkiezingsbureaus, kiesbureaus, onafhankelijk kiesbureau en al dat soort zaken wordt dus gekeken naar samenwerking met India. Voornamelijk om informatie te delen en na te gaan op welke wijze wij van hun kunnen profiteren. Het is niet altijd dat wij van hun profiteren, maar het is een exchange, het is een uitwisseling.
Er zijn ook ervaringen die wij kunnen delen, waar we het veel beter doen. En op het stuk van de consulaire samenwerking en diaspora is er veel gesproken over het intensiveren van die relaties. India heeft enorm veel ervaring op het stuk van het mobiliseren van een diaspora. Wij zijn net begonnen met een diaspora instituut Suriname. Dus er zullen uitwisselingen zijn op dat stuk. Uiteindelijk zijn we allemaal diaspora gemeenschappen in Suriname. Behalve natuurlijk onze oorspronkelijke bewoners. Maar ook die zijn van ergens gekomen. Belangrijk is dat ook op een stuk van sport wordt samengewerkt. Er is een voorstelling gediend voor een nieuw sportstadion, een voetbalstadion. En we proberen dat via een versnelde procedure gefinancierd te krijgen, zodat we zo snel mogelijk daarmee kunnen starten. Dit zijn allemaal zaken die ons gaan helpen om niet alleen in termen van de economie, maar ook in de andere gebieden van de samenleving een stukje ontwikkeling te brengen en voortgaande groei te zien. In de samenwerking, in de bilaterale samenwerking, hebben we benadrukt dat we op twee gebieden nog meer willen samenwerken. Op een stuk van politiek dialoog. En er gebeuren vele zaken in de wereld waar we de steun van India kunnen gebruiken in termen van Zuid-Zuid samenwerking. Waar ze ons als klein land kunnen ondersteunen, maar ook in het kader van CARICOM. En daarnaast een ander gebied waar we nadrukkelijk veel meer willen doen en de gezamenlijke raad voor het bedrijfsleven tussen beide landen zal geheractiveerd worden. Dat is op een stuk van het zaken doen, het investeren. En u weet, India heeft enorm veel ervaring op het stuk van het kleine middenbedrijf, dus daar willen we ons ook op richten. Maar daarnaast willen we ook kijken op welke wijze we India's bedrijfsleven kunnen interesseren, met name de grote, voor het voortraject of het traject naar de aardolie-industrie in Suriname. En we hebben daar in het verleden vaker over gesproken. Het gaat om infrastructuur, het gaat om diepzeehavens, het gaat om een shorebase. Dat zijn zaken waar grote landen als India ervaring mee hebben. Dus wij hebben op al deze terreinen informatie uitgewisseld, afspraken gemaakt. En ja, voor de rest zal het mogelijk zijn om in multilateraal verband de gezamenlijke ontmoeting tussen CARICOM, staatshoofden en de Indiase regeringsleider, om dat gesprek te hebben. Hopelijk zo gauw mogelijk. Het is natuurlijk allemaal afhankelijk van COVID-19. We hebben aangeboden dat we graag de tweede ontmoeting tussen CARICOM, staatshoofden en India hier willen hosten. Dat zal een enorme boost geven aan onze rol internationaal in de regionale politiek. U weet, dat is ook onderdeel van ons beleid om Suriname en Surinamers in een leidende rol te zien in internationale organisaties of in internationale vraagstukken. In dit geval gaat het om het samenwerkingsverband tussen Suriname en India. En ja, voor de rest onze samenwerking in de United Nations op het stuk van terrorisme en op het stuk van hernieuwbare energie. Het traject naar COP26, welke volgend jaar wordt georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn daar nauw bij betrokken. We hebben een goede reputatie op dat stuk. We hebben een track record die internationaal wordt gewaardeerd. Die willen vasthouden. En ik merk nadrukkelijk dat ook kleine landen, alhoewel ze klein zijn, een belangrijke substantiële bijdrage kunnen leveren in een groot vraagstuk als climate change, klimaatverandering. Er zal een gezamenlijke persverklaring worden gedistribueerd, dat u een beeld geeft van deze ontmoeting vandaag. Ik hoor graag als u vragen heeft. Laat me gelijk antwoorden. Er is dus een proces waar langs je moet gaan. We hebben nu het projectdossier ingediend. Nu gaat dus de voorfase nu komen van precies calculeren wat de kosten zijn. En dan komt er een tenderprocedure, want de Indiase regering zal dus een officiële aanbesteding doen om de bouw te kunnen realiseren. Ik weet niet uit het hoofd precies hoeveel hierbij betrokken is. Belangrijk is dat we, en dit is een initiatief van SWB ook geweest, om een stukje modernisering mogelijk te maken, waardoor onze sportfaciliteiten, zeker deze,
ons kunnen helpen naar het upgraden van ons performance, hopelijk op het stuk van voetbal en andere sportactiviteiten. Ten aanzien van elektrificatie, het gaat om een project onder de creditlijn van 50 dorpen die voorzien moeten worden met solar energy. Dat is weer opgepakt door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, dus het heeft prioriteit. En het is een kwestie van uitvoering nu, samen met de Indiase experts. Het is belangrijk voor het binnenland. Ik heb dat ook aangegeven hoe belangrijk dit kan zijn voor het leven en de leefbaarheid in het binnenland. Maar die 50, de project staat heel nadrukkelijk en met urgentie uit te voeren. De financiering is rond. Het is een kwestie van een start maken met de selectie van de 50 dorpen. En in feite is men al met die selectie bezig en dan tot uitvoering komen. Ten aanzien van de laatste vraag, dat ging over Center of Excellence. Het is inderdaad, het is jammer dat dit project zo lang heeft geduurd voordat we kunnen praten over uitvoering. Het is al jaren aan de gang. Verschillende regeringen hebben daar anders naar gekeken. Wat ons betreft kunnen we onmiddellijk beginnen met de uitvoering, omdat het een goedgekeurd project is op basis van een MOU. En het zal in de komende weken opgepakt worden in termen van de uitvoering samen met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en Cultuur. Maar dit moet binnen voor eind volgend jaar gerealiseerd moeten zijn als een functionerend instituut.